Goedenavond, dames en heren. Namens de ganse organisatie wil ik u van harte welkom heten in dit mooie, unieke kader House of Porters op de persvoorstelling van Mr. Kane Vlaanderen 2014. Een goed jaar geleden stond u hier ook met de aankondiging dat Vlaanderen een verkiezing rijk was. Een verkiezing waar we op zoek gingen naar een ambassadeur, een woordvoerder, een jongeman met uitstraling en een sterke persoonlijkheid. Iemand die het goed kan uitleggen en daarnaast enorm gebeten is door de holige thematiek en problematiek. En die vonden we, want op 28 juni werd de allereerste Mr. K Vlaanderen verkozen. Tom Goris, een 34-jarige verzekeringsagent uit Tremelo. En elk jaar, dames en heren, gaan we opnieuw op zoek naar een waardige opvolger. En maar liefst 73 jongens voelden zich dit jaar geroepen, waarvan we er uiteindelijk 30 hebben uitgenodigd op een casting die doorging in het Grauwesteen Hotel in Gent. En hoe die dag precies verliep, daar krijgen we nu een preview van. U had het misschien ook al gemerkt, de look en feel van Mr. K Vlaanderen is helemaal in een fris vernieuwend jasje gestoken. En dit dankzij onze communicatiepartner Think in Yellow. Ook de reportage van daarnet werd door hun gemaakt en zal samen met de vele andere reports die nog volgen in de komende maanden te bekijken zijn op de Holivy en Lifestyle zender Autovy op kanaal 551. Hierdoor kunt u onze verkiezingen uiteraard ook onze 12 nieuwe finalisten op de voet blijven volgen. En over de finalisten gesproken, ik denk dat het tijd is geworden, dames en heren, om de eerste vier jongens iets beter te leren kennen. Collaborateur in een kassenbureau Contentia. Naast mijn job hou ik me graag bezig met astrologie en ook zingen. Ik streef voor meer toelichting in de Holibi, in het onderwijs over de Holibi-gemeenschap. Om op deze manier de leerlingen een goede weg te helpen om uit de kast te komen. Dus ik wens iedereen een aangename avond, dat de beste mag winnen en ik laat mijn collega hier naar het woord. Hallo iedereen, ik ben Kevin Corrie, 20 jaar en afkomstig uit West-Vlaamse Oostende. Ik studeer leraaropleiding, secundair onderwijs in Brugge. Met mijn deelname aan Mr. K Vlaanderen zou ik graag actie willen ondernemen tegen de pesten van holibi-jongeren. En ik zou zeggen tegen iedereen nog een prettige avond en bedankt voor het luisteren. Goedenavond iedereen, mijn naam is Jurgen de Koster, 26 jaar, afkomstig uit Gent. Ik woon al ondertussen een 6 jaar en een half in het Limburgse Halen. In mijn dagelijks werk hou ik me vooral bezig met het renoveren van mijn huisje en tuintje. Mijn beroep doe ik vooral departementmanager en syndicale afgevaardigde bij H&M. Mijn deelname aan Mr. K Vlaanderen wil ik graag opdragen aan mijn beste vriendin Emily, waarvan ik eigenlijk 6 jaar geleden afscheid heb moeten van nemen, omdat zij zelfmoord heeft gepleegd, omdat haar paard niet kon verkopen omdat ze lesbisch was. Daarom zou ik graag een aanspreekpunt zijn in de Holibi-gemeenschap. Voor degenen waarvan hun ouders hun aardheid niet aanvaarden en degenen die moeilijkheden hebben om uit de kast te komen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond, mijn naam is Maarten Greve. Ik ben 34 jaar en kom uit het Oost-Vlaamse Lokristie. Een van de redenen waarom ik mijn kandidaat gesteld heb voor Mr. K Vlaanderen is mijn heel late coming-out. Ik kom van een klein dorp in het platteland en daar is dat niet zo evident en al zeker 10 jaar geleden niet. En ik had ook schrik om mijn ouders, familie of de mensen die ik ben teleur te staan. En dat was fout. En daarom is mijn boodschap, wie of wat of hoe je ook bent, iedereen moet zich goed kunnen voelen en niemand mag zich minderwaardig voelen. Het is belangrijk om jezelf te aanvaarden zoals je bent, maar vooral om echt in je eigen kunnen en capaciteiten te gaan geloven. En wat er ook gebeurt, altijd positief te denken. Want dat kan iemand veel verder brengen dan je zelf kan denken. En als ik daarmee één iemand kan helpen, dan is mijn doel bereikt. Prettige avond, dankjewel. Die hoogte van de jongens met het boodschap geeft ze nog een aantal applaus voor Mary, Kevin, Jurgen en Bart. Ziet het er niet goed uit? Zeg Tom, vertel eens, want je hebt er eigenlijk weinig over verteld tegen mij, dus voor mij is het al een grote verrassing. Wat
hier staat zoiets naast mij, daar gaat het waarschijnlijk over gaan. Vertel iets. Goedenavond iedereen. Ik zal me het meer voorstellen, jullie kennen mij al. Dus achter dit doek gaat iets onthuld worden. Een schilderij, wat erop staat, gaat dadelijk duidelijk worden. Even een anekdote. Vorig jaar, tijdens de Mr. Gay World verkiezing en de Out Games, was er een tentoonstelling in het Zuiderpershuis, allemaal rond Hollings. En ik ging daar binnen, ik zag in de verte een paar foto's hangen, dacht ik, van knappe, jonge, naakte mannen. Ik dacht van, oei, dan moet ik naartoe. Ik ging daar naartoe, kwam dichter, wat bleek, dat waren schilderijen. Aquarelschilderijen, gemaakt door Carlo de Roel. En ik ben met Carlo aan de ballen geraakt en ik dacht van, ja, Carlo, ik zie het ook wel zitten om eens een keer model te zijn of zo. En thuis kwam ik daar verder over na te denken. Ik dacht van, ja, ik moet daar iets mee doen. Iets met de VZ2, iets met mezelf. En ook met die belangrijke boodschap dat ik vorig jaar heb uitgedragen aan iedereen van ja, wat er ook gebeurt, moet je jezelf geloven, want diep van binnen vind je altijd wel een kracht terug om te vechten en door te gaan. Dus je hebt maar één leven, verpest het niet. En ik dacht van ja, ik ga iets doen met Carlo, als schilderij maken, dat thema. En ik dacht van ja, in jezelf geloven, jezelf beschermen, dacht ik aan Garden Angel, beschermen. Dus hebben we samengewerkt met Carlo en hebben we een schilderij gemaakt waar ik zelf op te zien ben als engel en mezelf. Dus dat ik mezelf omhels en dus ja, ik mezelf bescherm. Dus we gaan nu even het doek weghalen, dan kun je ook het doek zien. Allee, ik zou zeggen, doe het gewoon samen, hè, Tom. Voilà. Voilà. Jawel, je mag het zo dadelijk gezien op de schermen verschijnen. Nu, dat niet alleen, dames en heren. Wat wordt er nu precies gedaan? Het wordt geveild. Je kan erop bieden via eBay. En dat kan dus vanaf vandaag. En op 28 juni, dat is de finale, daar kom ik vanavond nog later op terug, zal dus ook de eigenaar van het schilderij op het podium komen. En al de opbrengsten gaan dus integraal naar ons goede doel VZW Helpmij. Carlo, alvast bedankt voor dit prachtige werk. Tom, jij ook. En ik zou zeggen, zo dadelijk na heel voorstelling kunnen jullie nog uitgebreid twee met het mooie werk fotograferen. Dank u wel. Zo, en dan denk ik dat de volgende vier finalisten al volop staan te popelen om zich aan u voor te stellen. En het antwoord daarop is dus volop ja. Want jammer genoeg, dames en heren, stellen we vandaag de dag nog steeds vast dat ook het eigen land nog altijd beter kan. Zo denk ik maar aan de toegenomen agressie tegenover holibies en de stijgende, ja, nog wel zelfdodingscijfers bij gepeste holibiejongeren. En dat zijn toch wel zaken waar wij ook als organisatie van Mr. G Vlaanderen moeten op reageren. En ook internationaal is de strijd nog lang niet gestreden, want jaarlijks vragen wij onze Mr. K Vlaanderen af naar de Mr. K Europe en de World verkiezing. En dit jaar, en u ziet hier ook al op het scherm, gaat onze tweede ereheer, onze second runner-up, David Joets, gaat naar de Mr. K Europe verkiezing. En dan denkt u, oei, is dat de man die iets voor de nieuwe Mr. moet doen? Dat klopt, maar omdat de organisatie, ja, de dag of de week vervroegd heeft, hebben wij Tom al twee keer gestuurd. En dan hebben wij natuurlijk ook een tweede en eerste heer. En dan is David die ons land gaat vertegenwoordigen begin juni. Nu, de volgende Mister, onze nieuwe Mr. K Vlaanderen, die gaat dan weer naar de Mr. K World. En het jaar erop dan naar de Mr. K Europe. En de Mr. K World die gaat doorgaan dit jaar eind augustus in Rome. Dus voor mensen die denken, oh, we hebben nog geen vakantie geboekt, dan kan je allemaal gerust mee met ons. En we horen, dames en heren, op die internationale verkiezingen. We hebben het vorig jaar zelf mogen meemaken. Het was een fantastische ervaring. Maar daarnaast horen we nog altijd schrijnende verhalen en situaties. Denk maar aan de anti-homo-wet in Rusland. Want dames en heren, zo staan we niet elke dag bij stil dat er in 54 landen over heel de wereld nog altijd straffen staan op holibi of gay zijn. En dat er in sommige landen zelfs nog een doodstraf op staat. En vandaar, dames en heren, ja, starten wij vanaf vandaag onze nieuwe Mr. K Vlaanderen campagne Zeg Nee met Chocolade. U ziet ze daar. We zeggen hiermee nee tegen pesten, gay bashing, het niet jezelf kunnen zijn, discriminatie
en het schenden van de mensenrechten. En deze boodschap willen we zowel in eigen land als ook internationaal blijven verspreiden, maar daar hebben we natuurlijk iedereen zijn hulp bij nodig. Waarom nu die pralines? Ja, elk jaar gaat onze mister naar de Europe and the World. En wij zijn, zoals velen misschien niet weten, geen commerciële verkiezing. Wij zijn een VZW waar wij elke cent nodig hebben om al dit wat wij vandaag kunnen doen te hebben verwezenlijkt. En daarom sturen wij eigenlijk ook de boodschap de wereld in. En dan doen wij vanavond ook een warme oproep om deze MGV Nee-pralines te kopen. Zodat u samen met ons ervoor kan zorgen dat wij jaar na jaar de stem van onze mister ja, kunnen laten horen. En uiteraard ook altijd internationaal onze steun kunnen blijven geven. Zo. En de laatste zullen de eerste zijn. Hopelijk geldt dat ook voor de vier laatste finalisten die zich nog graag aan u willen voorstellen. Ik ben Louis, 18 jaar en woon in West-Vlaanderen. Sinds kort ben ik begonnen aan de studie orthopedagogie. Ik heb een deelname aan Wisselkei Vlaanderen en ben opkomende voor de hormonjongeren die net als ik vroeger gevest werden. Daarnaast wil ik het clichébeeld over homo's in Vlaanderen doorbreken. Hey, ik ben Tom Smit, ik ben 19 jaar en ik woon in Antwerpen-Centrum samen met mijn partner. Mijn dagelijkse leven doe ik als kassier in het Prochtig Glazen Huis. Het voornaamste reden waarom ik meedoe aan Mr. G. Vlaanderen is omdat je zeker geen dubbel leven kunt leiden. Je kan zoals ik gewoon door het leven kunnen gaan samen met mijn partner. Graag gedaan. Hallo, ik ben Tim van de Putten, ik ben 27 jaar en woon in het Oost-Vlaamse Deinze. Ik werk als opvoeder in een buitenschoolse kinderopvang. Ik had niet die ene reden om mee te doen aan Mr. Kijkbaan, maar meerdere, maar eentje stak er wel bovenuit. Mezelf aanvaarden. Ik had het er jarenlang zeer moeilijk mee, maar door me te realiseren dat perfectie niet bestaat, door te leren mezelf te kunnen zijn, met de hulp van vele anderen sta ik hier nu. Dat is ook de boodschap die ik wil meegeven aan iedereen die het soms moeilijk heeft, om helemaal zichzelf te kunnen zijn. Ik ben Tim en daar ben ik best fier op. Dank u wel. Goedenavond, ik ben Marciano Zalman, ik ben 31 jaar en ik woon in Antwerpen bij de Gem. Ik ben arbeider en ik doe mee aan de Mr. G van de verkiezingen om het zelfbewustzijn en de zelfacceptatie om de LHBT-gemeenschap te bevorderen. En dit om het zelfminderwaardigheidsgevoel tegen te gaan. Mensen is oké okay to be gay, maar het is better to be yourself. Een fijne avond, jullie. Dank u wel, heren. Dus het waren de gouden finalisten voor Mr. G Vlaanderen 2014. En denkt u nu na deze presentatie van elke jongen te hebben gezien van oh, die jongen heeft nog wel mijn voorkeur, dan heb ik goed nieuws, want u kan vanaf vanavond voor uw bepaalde finalist gratis uw stem uitbrengen op gay.eu. En natuurlijk, dames en heren, geen Mr. G Vlaanderen zonder de steun van onze partners. En we mogen wel blij zijn en erg trots zijn als een jonge organisatie met de steun van vele partners. Er is iets hier allemaal tezamen die samen met ons meegeloven in dit initiatief. U heeft uw logo misschien daarnet al zien verschijnen op de schermen. En zo dadelijk na de persvoorstelling is er nog een receptie en dan gaat hij het ook nog. Maar dankzij hun, dames en heren, zijn we erg blij. En dat wij dit allemaal elk jaar opnieuw kunnen verwezenlijken. Maar bij deze willen wij elk van hen toch nog eens extra bedanken voor hun vertrouwen in onze verkiezing. En als Mr. G Vlaanderen verkozen worden, dat is natuurlijk al een erg leuke prijs, want dan ga je ons land internationaal vertegenwoordigen, zoals ik daarnet al zei. Maar daarnaast even onze toekomstige mister, ja, gaan we de Nina niet met lege handen naar huis sturen. Onze MGV-partners hebben ervoor gezorgd dat we een prijspakket hebben kunnen samenstellen van €6.500 met als hoofdprijs, jawel, een cruise naar de Caraïben. Een mooie cruise en andere prijzen in de wacht zal sleven. En dus Mr. G Vlaanderen 2014 zal worden. Dat komen we te weten op de zaterdag 28 juli. En dan zal deze show dit jaar doorgaan in de, ja, de voormalige 17e eeuwse Sint-Augustinuskerk Amuus. Dus we gaan dit jaar in een kerk doen. Een beetje breed voor Mr. G, maar we vonden het wel lekker tof in Antwerpen. En dan roep ik graag onze 12 finalisten nog eens even bij mij. Ja.
lekkere drankjes. Zo dadelijk komt er ook nog enkele hapjes. Dus de mensen die nog niet gegeten hebben, die krijgen nog iets te eten. En voor de rest hoop ik jullie te mogen verwelkomen. Ja, op de finale op 28 juni in Amuse. Blijf onze verkiezing op de voet volgen via onze Facebook, Twitter en onze eigen website. Of hopelijk zien we je terug op een van onze Mr. Game Vlaanderen activiteiten. Voor de mensen van de pers willen we nog even meegeven dat onze jongens hier nog uitgebreid te fotograferen en te interviewen vallen. En voor de rest zou ik zeggen, geniet nog van een hapje en een drankje. En hopelijk tot op 28 uur. Dank jullie wel!